Hi beste kijkers, we gaan vandaag kijken naar de prokaryoten. Prokaryoten, de twee domeinen archaea en bacteriën. Daar gaan we even kort op in wat dat precies voor een organisme zijn. Die twee zijn niet voor niks verschillende domeinen, want ze zijn, zoals al eerder aangegeven, heel erg verschillend. Maar omdat ze zo verschrikkelijk klein zijn, kan je dat onder een microscoop echt niet zien. En is dat dus niet zo heel erg duidelijk. Beide zijn prokaryoten, wat betekende dat ze geen celkern hebben en een eenvoudig klein celletje hebben. Ze hebben geen bladgroenkorrels of andere plastiden en wel een celwand, hoewel ook die celwand een klein beetje verschilt tussen beiden. Archaea zitten vaak op hele rare plekken. Als je op hele vreemde plekken op aarde organismen vindt, dan zijn dat vaak relatief veel archaea. Bijvoorbeeld plekken zonder zuurstof, diep in de modder van een sloot. Hete vulkanische bronnen onder zee, onder een hele hoge druk en waar voornamelijk zwavel en dergelijke als voedsel te vinden is. Dat zijn typisch plekken waar archaea te vinden zijn in grote getalen. Maar er zijn ook gewoon archaea die gewoon tussen de bacteriën ergens in de bodem of zelfs door de lucht zweven. Op allerlei plekken kan je wel archaea vinden. Ook dat is nog niet zo heel erg lang bekend. Vroeger werd er meer gedacht dat het om bacteriën ging. Maar er zitten dus ook archaea tussen. Bacteriën zijn uiteraard net als die archaea eencellig. Voortplanting, ook eigenlijk net als bij de archaea, vindt plaats door deling van een cel. Ze gaan dus niet iets van seks doen, zeg maar. En bacteriën voeden zich met dode resten van organismen. En kunnen, als het bepaalde soorten zijn, infecties veroorzaken. Dan gaan ze niet direct naar een dood organisme toe, maar naar een levend organisme. En proberen zich in dat organisme te vermenigvuldigen. Wat op dat moment dan, als het een infectie is, tot ziekte leidt. Er zijn natuurlijk ook sowieso heel veel bacteriën die in ons lichaam en op ons lichaam zitten. En daar geen enkel kwaad kunnen. Maar een infectie, daar praat je van op het moment dat dat een ziekmakende bacterie betreft. In je darmkanaal zitten meer bacteriën dan er mensen op de wereld leven. En op je huid zitten ook meer bacteriën dan er mensen op de wereld leven. Dus we zitten sowieso onder de bacteriën. Maar daar hebben we het zeker niet over infecties. Je kan die bacteriën in je darmen en op je huid ontzettend gaan bestrijden. Maar de vraag is of je daarmee infecties voorkomt. Het tegendeel is vaak waar. Als je heel veel bacteriedodende middelen gebruikt, dan zou het wel eens kunnen dat er zo weinig bacteriën op je handen bijvoorbeeld overblijven, dat als er een ziekmakende bacterie op zou komen, dat die daar alle ruimte en gelegenheid heeft om zich daar te vermenigvuldigen. En dat je misschien zelfs eerder ziek wordt, omdat je al die bacteriën die onschuldig zijn, hebt gedood en daarmee ruimte hebt gemaakt voor een ziekmakende bacterie. Voorbeelden van bacterieziekten zijn cholera, tuberculose en longontsteking, maar er zijn er nog veel meer. Zoals net al gezegd, voortplanting van de bacterie vindt gewoon plaats door deling. Dus vergelijkbaar met celdeling, hoewel die bacterie geen kern heeft met chromosomen die eerst moet delen, moet er wel een bacteriechromosoompje gekopieerd worden. En dan kan die zich in tweeën delen en dat hele proces kan heel snel gaan. Misschien zelfs wel elke 30 minuten. En er zijn zelfs voorbeelden waarbij het nog iets sneller kan. Als die bacterie de geweldigste temperatuur van zijn leven heeft en genoeg voedingsmiddelen, dan kan het behoorlijk snel gaan. En dan denk je, ach, een half uur voordat hij verdubbelt. Maar, we gaan straks daar verder naar kijken. Oorontsteking enzovoorts. Als hij zich probeert te verdubbelen, dan zijn vaak antibiotica een soort van medicijn wat je daartegen kan gebruiken. En zeker de eerste soorten antibiotica, die maakten de bacteriën niet echt dood. Maar zorgden ervoor dat de celwand van de bacteriën niet opgebouwd kon worden. Als een bacterie dan na een half uur gaat proberen te delen en daarna moet die weer groeien, de dochterbacteriën, tot de oorspronkelijke grootte, dan lukt dat natuurlijk alleen maar als je een celwand kan aanmaken. Als dat niet lukt omdat er antibiotica in de omgeving zijn, dan wordt je groei natuurlijk erg geremd. En vandaar dat de eerste antibiotica toch wel goed werkte, want die cellen van die bacteriën konden niet uitgroeien. En dat betekent dat de volgende deling een beetje op zich laat wachten. En dan is het mogelijk dat je afweersysteem natuurlijk die bacteriën al te grazen neemt voordat ze tot een echt gevaarlijke of dodelijke ziekte uit kunnen groeien. Cholera bijvoorbeeld. Hier zie je de cholera-bacil met een zweepstaart waardoor die een beetje kan bewegen. Ernstige diarree levert dat op, een uitdroging daardoor omdat je de darmen dan het vocht verliezen.
een buitengewoon besmettelijke bacterie die zich snel kan delen. In sommige landen waar de hygiënische omstandigheden slecht zijn, breken soms epidemieën van cholera uit. En dat is wel te behandelen, maar dan moet je wel een klein beetje medische hulp hebben. En een bepaald mengsel van zout en suiker om door je water te gooien, zodat je voldoende water nog binnenkrijgt. Want het gevaarlijkste bij cholera is eigenlijk de uitdroging. Stel dat je een cholera-bacterie hebt die zich in 30 minuten kan delen, zoals we net ook al zagen dat mogelijk was. Hoeveel bacteriën zou je dan na 10 uur hebben? Je denkt misschien 80 of zo. Maar de werkelijkheid ligt nog een beetje anders. Als we naar de machten van 2 gaan kijken, want we vermenigvuldigen natuurlijk elk half uur dan met 2, dan komen we op een heel hoog getal uit. Want na een half uur, 1 deling, hebben we er 2. Na een uur, 2 delingen, hebben we er 4. Nog niks om wakker van te liggen. Maar op het moment dat we gaan kijken naar 20 halve uren, 10 uur, dan hebben we al meer dan 1 miljoen bacteriën. En het aantal neemt daarna met elk half uur natuurlijk nog enorm toe. Dat betekent dat bacteriën dus heel erg snel in heel grote aantallen kunnen voorkomen. Over het algemeen is 1 bacterie echt niet gevaarlijk voor je. Ook niet als het een op zich gevaarlijke soort is. Maar als er een aantal duizenden bij je binnenkomen en dan ook nog even snel gaan delen, dan kan je natuurlijk wel een probleem hebben. Zeker met ziekmakende bacteriën. Want ja, de bacteriën die in je lijf en op je lijf horen, daar hebben we meestal niet zoveel last van. Die bacteriën kunnen ook voedsel bederven. Voedselvergiftiging is een bekend verschijnsel. Dat komt vaak omdat bepaalde bacteriën gifstoffen achterlaten in je voedsel. Dan kan je daarna nog zo koken, maar als die gifstoffen er al in zitten, dan heb je toch een probleem als je dat voedsel opeet. Maar voor sommige voedingsmiddelen is juist nodig dat je bacteriën gebruikt. Zoals yoghurt, er wordt wel eens gepraat over een yoghurtplantje. Nou echt niet, het zijn bacteriën die je moet enten op melk om yoghurt te maken. En voor het maken van kaas zijn bacteriën nodig. Sommige kazen zijn natuurlijk schimmelkaas, dan moet je er ook nog daarna een schimmel aan toevoegen. Maar voor de kaas zelf, ook als het geen schimmelkaas is, gebruik je altijd bacteriën. En bij bijvoorbeeld zuurkool heb je ook schimmels nodig, bacteriën nodig. Want zuurkool wordt gemaakt met behulp van de melkzuurbacterie. Dat is dezelfde bacterie die karnemelk maakt. De melkzuurbacterie kan je enten op witte kool. Die witte kool wordt daardoor erg zuur. Andere bacteriën dan de melkzuurbacterie vinden dat verschrikkelijk, dus die blijven daar lekker weg. En het enige wat je moet zorgen is dat het zuurige smaakje van het witte kool, wat dan zuurkool is geworden, een beetje wordt geneutraliseerd als je het kookt. In vroeger tijden, toen mensen geen koelkast hadden, was het een uitstekende manier om je geoogste witte kool lang goed te houden. Dan zorgden ze er dus voor dat ze door gebruik te maken van bijvoorbeeld karnemelk of zo, een beetje daarvan, die witte kool enten met zuurbacteriën. De witte kool ging veranderen in zuurkool en werd zo zuur dat je het de hele winter door kon eten. En zo konden mensen toch nog groente eten, ook in januari en februari, als er van het land niks te halen viel. En uit de koelkast ook niets te pakken viel, of uit de supermarkt, omdat die er toen nog niet waren. Dat was het over de protisten, waarbij we vooral zijn ingegaan op de bacteriën, maar ook de archaea als belangrijk domein niet vergeten mogen worden. Tot ziens in een volgend filmpje.